De sector moet oog hebben voor de samenleving. En de sector moet zich richten op een goede communicatie. Met als uiteindelijk doel lokaal draagvlak te creëren. Ja, voor de gasproducent is het belangrijk dat ze op deze manier aardgas zelf een imago geven. Dat dat niet alleen de schoonste fossiele brandstof is, maar dat dat stapsgewijs ook echt een groene, klimaatneutrale brandstof gaat worden. Nou, voor mij is het belangrijk, als je communiceert, moet je er open, eerlijk en transparant zijn. En dat streven wij ook altijd na. Wij kijken vanuit het departement kijken wij naar draagvlak in de energiesector als een heel belangrijke voorwaarde. Opvallende uitspraken over het beeld van de hele aardgasindustrie. En die beeldvorming is erg belangrijk voor het investerings- en vergunningenbeleid voor de komende jaren. Als bijvoorbeeld nieuwe boringen of seismisch onderzoek nodig zijn om nieuwe, kleinere voorraden gas te vinden en te produceren. Nu al gaat het in Nederland om 175 kleine gaswinningslocaties. De acceptatie van al die operaties is sterk afhankelijk van de manier van werken en de zogenaamde footprint daarbij. Olie en gas, ja, ik heb echt zoiets van aan de ene kant slaan ze er een enorm slaatje uit. Ik denk geldgraaien. Allemaal geldkwestie. Ja. Het is ook heel veel politiek. Ja. Kijk maar in Amerika wat daar gebeurd is. Ze roven de wereld eigenlijk leeg. Laat ik het zo maar zeggen. Aardgas, nuttig. Ja, het is wel nodig, ja. Je denkt er nooit bij na. Het gaat allemaal automatisch. Je draait je kraan open en je kunt koken. Dat zijn we zo gewend aan aardgas. Dat kunnen we bijna niet meer zonder. Ik denk er niet eens bij na of we er zonder kunnen. Ik denk dat het een hele schone brandstof is. Dus ik denk dat we dat zo goed mogelijk moeten proberen uit te nutten, ja. Maar ik denk dat gas uit de grond halen, dat wel goed is. Want we besparen daarmee het milieu. Als we kolen uit de grond halen, is dat veel erger. Dus gas is beter dan kolen, denk ik, ja. Niet iedereen is dus even positief over de branche. Met andere woorden, werk aan de winkel. Wees transparant over wat je doet. Vertel aan de bevolking wat je doet. Leg ongelooflijk goed uit waarom aardgas zo belangrijk is voor Nederland. Ik denk met die twee tips, transparant, wees duidelijk, vertel wat je weet. En tegelijkertijd vertel ook waarom je belangrijk bent dat je in heel eind komt. De sector heeft wel het verwijt gekregen dat er niet open gecommuniceerd werd. Of dat er zaken worden achtergehouden. Nou, ik denk dat is verkeerd. Je moet als de sector moet je gewoon open en eerlijk zijn van waar het op staat. En ook duidelijk aangeven dat sommige zaken zijn fictie. Die moet je ook aangeven dat ook zo is. En het maar wel vertellen hoe het werkelijk zit. Kijk, voor gaswinning in Nederland is het van belang dat er een lokaal draagvlak is. En dat lokale draagvlak krijg je alleen door alle betrokkenen met respect te behandelen. Ze te betrekken bij de besluitvorming, alle vroegtijdig. En Gasunie doet dat. En ik weet dat andere spelers in de Nederlandse gasmarkt daar ook mee bezig zijn. Want uiteindelijk moeten partijen het idee hebben dat ze het niet opgedrongen krijgen, maar dat ze er ook van profiteren. En dat kun je alleen doen door ze vroegtijdig te betrekken in het hele proces. Cruciaal bij alle projecten is een heldere dialoog met de omgeving. Nou, een voorbeeld is in het geval van Bergen in gasopslag. Twee jaar lang zijn we in gesprek geweest met een 20-tal natuurorganisaties. Om te kijken van hoe kunnen we zo'n Bergen in gasopslag optimaal inpassen binnen de verschillende landelijke gebieden. En ook minimale impact op de natuur te hebben. En uiteindelijk zorgen dat de natuur er beter van wordt. Daarnaast is de daadwerkelijke footprint van een operatie belangrijk. De werkelijke impact van een boring. Bijvoorbeeld met steeds kleinere rigs. Vroeger te bedienen met bijna 20 man, nu met 6. Op de oppervlakte van een tennisveld. In plaats van vroeger een voetbalveld. Voorop bij elk project staan uiteraard de allerhoogste standaards op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Waarbij de strenge normen van de gas- en olieindustrie vaak een voorbeeld vormen voor andere sectoren. De twee belangrijkste uitdagingen voor de aardgassector in Nederland zijn heel duidelijk. 1. Het creëren van lokaal draagvlak. En 2. Het duidelijk positioneren van aardgas in de toekomstige duurzame energiemix. Wij kijken vanuit het departement naar draagvlak in de energiesector als een heel belangrijke voorwaarde. Het speelt op allerlei terreinen. Ik wijs u op windmolens, ik wijs u op CCS. En het speelt dus ook bij ENP. We zullen steeds in de gaten moeten houden dat we met alle procedures rekening houden. En tegelijkertijd proberen we natuurlijk wel het investeringsklimaat zo te houden dat mensen nog een euro willen investeren in de ENP-sector in Nederland. Uiteindelijk draait het om goed buurmanschap.
En wat bedoel ik daarmee? Is dat je als goed buurman, dat je je buren, dat zijn dus de belanghebbenden, dat je die serieus neemt. En dat je daar ook met je buren goede afspraken maakt. Ik zeg altijd maar beter een goede buur dan een verre vriend. In ons geval zijn de lokale partijen zijn onze buren. En daar willen we op een goede manier zaken mee kunnen doen. Dit was Aardgas Update van vandaag. Tot de volgende keer.